de decentralisaties hebben de gemeenten sinds januari 2015 ook de verantwoordelijkheid voor de zorg op zich gekregen. Door de bezuiniging in de zorg moeten de gemeenten met minder middelen de burgers beter helpen. Wijkteam is eigenlijk een plek in de wijk waar mensen kunnen komen met vragen op alle gebieden. Het kan zijn werk, inkomen, psychosociale problematiek, eenzaamheid, opvoeding, ouder worden. Nou, noem maar op. Mensen kunnen bij ons terecht en wij gaan bij mensen op een die krijgen van ons een huisbezoek. Dan gaan we kijken wat er precies aan de hand is. En dan gaan we proberen de vraag achter de vraag naar voren te krijgen. Dus als mensen zich gemeld hebben, gaan we op huisbezoek. En dan doen we een uitgebreide intake. Gaan we eigenlijk alle leefgebieden van de mensen gaan we met ze doornemen. En gaan we kijken wat daar de problemen op zijn. Want we willen dus voorkomen, en dat is eigenlijk de bedoeling ook van de wijkteams, dat mensen voor een ander soortig probleem weer een andere hulpverlener gaan inschakelen. Dat was eigenlijk de wijkteamgedachte van één persoon, één klant, één loket. En er zijn natuurlijk wel voorbeelden van gezinnen waar 28 hulpverleners rondliepen. En dan denken die mensen, ik kan het toch allemaal niet, want zij weten het allemaal veel beter en ik weet het allemaal niet. Nu proberen we dat natuurlijk te voorkomen, dat er al die verschillende hulpverleners rondlopen, waardoor we één plan krijgen voor één gezin. En dat we mensen gaan aanspreken van, maar u kunt veel meer zelf dan u eigenlijk denkt. En dat vinden veel mensen ook wel heel erg leuk, dat ze daar ook op aangesproken worden. En dat geeft soms ook wel echt een boost, dus daar hebben we ook wel wat succesverhalen in. Een van de cliënten van Gerard is Peter. Door een hersentumor en daarop volgende infectie is Peter sinds 2009 hulpbehoevend. Dit zorgt ervoor dat Peter zichzelf verwaarloosde. Uiteindelijk kwam hij bij het wijkteam uit. Gerard is daar zijn contactpersoon. Dat is wel prettig hoor, want dan heb je in ieder geval één en dezelfde persoon. Die kent je situatie en ja, dat vind ik toch wel makkelijk. Want vorige keer toen wilde ik wat vragen. Het was hij met vakantie, nou dan wacht ik liever 2 weken. Dan dat ik dan weer iemand hier krijg en alles weer opnieuw uit moet zitten leggen. Peter is dan een mooi voorbeeld van hoe iemand buiten zijn schuld eigenlijk in de problemen kan komen. Ja, dan merk je toch dat het wijkteam wel een belangrijke taak heeft. Vooral omdat wij op huisbezoek gaan en dat we dus alles ook zien. Wat ik bij Peter aantrof is wat hij ook zelf al zegt. Hij begon zichzelf langzamerhand te verwaarlozen. Dat was deels de oorzaak door die medische klachten. En deels ook dat hij een beetje een neiging had tot depressiviteit, omdat hij alleen maar thuis zat. Nou, daar hebben we geprobeerd een beetje verandering in te brengen. In eerste instantie door een vrijwilliger erin te zetten die hem hielp met boodschappen doen. En toen bleek de vrijwilliger die de boodschappen deed een klusverleden te hebben. Ik had een probleem met douchen, want ik had een bad in mijn badkamer. Nou, daar kon ik wel instappen. Kom er nooit meer uit, dus dat was heel vervelend. Ja, binnen een dag was dat ding weg. En sindsdien kan ik me douchen wanneer ik wil, heb ik geen hulp meer nodig. Maar goed, hij vond een baan, dus het vrijwilligerswerk hield op. Hij heeft Gerard gezorgd dat ik een scootmobiel kreeg. Waardoor ik ook weer, zwaar beperkt, maar in ieder geval om mijn eigen ding te doen, weer mobiel ben. En toen hebben we dus afgesproken van, we willen het wel in stand houden. Dus we gaan het opknappen, we stellen een datum. Voor 1 september moet het schoon zijn en dan zetten we huishoudelijke hulp in. En dan houden we het ook netjes. En daar gaan we ook op controleren. Komen we om de zoveel tijd gaan we gewoon met Peter in gesprek. En als er wat is of zo, Peter weet me ook te vinden. Hè? Dan bellen we elkaar. Ja. Dus dat gaat goed. Loopt prima. Wat dat betreft kan je zeggen, het is een schoolvoorbeeld van hoe het hoort te gaan. De aanpak van 1 cliënt, 1 hulpverlener, 1 loket blijkt te werken. Op het moment dat Gerard extra ondersteuning nodig heeft, kan hij deze krijgen van de specialisten uit het wijkteam. Zo wordt per cliënt passende hulp geboden. De kracht is eigenlijk dat je enerzijds de specialismen bij elkaar hebt, waardoor je hele korte lijntjes hebt, zowel binnen je team als buiten eigenlijk in de wijk. Je kent de wijk goed. En de kracht is dat je dus het kan combineren met het buurthuis, met het opbouwwerk, dat je eigenlijk heel preventief ook aan de slag gaat. Als specialist word je dus generalist. Maar dan moet je wel erg veel kennis van verschillende vakgebieden hebben. Het is heel complex. Ja, het is behoorlijk complex. Omdat je natuurlijk van heel veel verschillende specialismen iets moet weten.
De bedoeling was dat je dus als generaal manager zeg maar, alle vragen gaat beantwoorden van de klanten. En dat is nou een mooie opzet, maar daar frikt het hem soms ook nog wel. Omdat je natuurlijk eigenlijk amateurs, tussen aanhalingstekens, gaat inzetten op een gebied waar ze nog niet bekend mee zijn. Soms is het natuurlijk best lastig, regelmatig gesprekken met de mensen uit het team, over hoe ver gaat je generalist zijn. Hè? Je kan zelf van huis uit maatschappelijk werker zijn. En opeens ben je specialist schulddienstverlening of indicatiestelling woonbegeleiding. Nou, dat zijn twee hele andere vakken. En dat kan je natuurlijk nooit allemaal maar opslaan. Dus dat is wel eens lastig. Van hoe ver ga je in je generalist zijn? En is het wel de bedoeling dat je veel van elkaar leert door onder andere casuïstiekbespreking. Maar goed, dat duurt natuurlijk even. Terwijl vroeger werd een wijkbewoner wel geholpen door een specialist. Toen ging het wel sneller. Het enige is natuurlijk dat je toen wel 5 of 6 verschillende specialisten moet bezoeken. En nu ga je maar met 1 persoon. Dus daar moet dan de winst in zitten. Alleen dat ga je natuurlijk pas op langere termijn ga je dat merken. Maar wat wij ook heel veel proberen is het inschakelen van vrijwilligers. Ja, er zijn heel veel mensen die wat voor een ander willen doen. En die melden zich spontaan bij het wijkteam. En we zitten toch een beetje in de participatiemaatschappij. Dat veel meer buurhulp moet er komen. En daar spelen wij op in als wijkteam. En dat ben je natuurlijk altijd aan het zoeken. En naar die oplossingen. Die misschien buiten de regels vallen. Maar in het belang van de bewoner wel beter zijn. Ja. En uiteindelijk ook meer financiën opleveren. Want uiteindelijk wil je ook gewoon een stukje bezuiniging realiseren.